Zijn we aan het filmen, Manu? Nu wel. Ja, Manu film zelfs. Ik weet niet of je dat weet, maar dat film doe ik. Goedendag, mijn naam is Axel Peleman en Manu had mij gevraagd om iets te zeggen over zijn evolutie de voorbije 3 jaar. Ik ken ondertussen Manu 3 jaar, bijna, zeker. Het zal niet veel schillen. En ik heb al heel veel mensen van Manu zijn kaliber geweten op 3 jaar tijd. Daarmee wil ik zeggen dat ik al heel veel gasten heb weten beginnen in een business en 3 jaar later weten verdwijnen in een business. Ik ben er zeer zeker van dat Manu het nog heel lang gaat uitfluiten in beschaafd Nederlands, excuseer. Dat Manu het nog heel lang gaat uitfluiten, simpelweg omdat je tegenwoordig zeer weinig mensen tegenkomt. Met een combinatie van talent, met een combinatie van doorzettingsvermogen en met een combinatie van intelligentie. Die komt er niet dikwijls meer tegen. En voor mij staat er een en die net dat wel. En het is aan mij dat ik in alle oprechtheid zeg, als je Manu voor zijn eindwerk geen goede punten geeft, dan kom ik naar uw deur en dan kom ik u wakker maken uit jullie warme bedjes en u de rest van het leven aan betalen. Nee, even heel serieus. Manu is een van de meest bekwame mensen die zo jong zijn, die ik de laatste 20 jaar in mijn carrière, als je van een carrière kunt spreken, ben tegengekomen. Voilà. Ik kom hier even wat pluimen op de hoed van Manu steken, want dat heeft hij absoluut wel verdiend. Hij is onze geweldige tourmanager bij Big Back Army. Hij doet eigenlijk stage bij Maandacht. Maar het lijkt hem niet echt een stagiair, want hij doet eigenlijk al het werk van alle andere mensen samen. Hij is een beetje een kabouter. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Kaboutertjes doen ook altijd al het werk zonder dat je het merkt. En dat is wel een heel grote sterkte natuurlijk van een goede tourmanager. En in dat opzicht is hij echt de grootste kabouter die hier kan zijn. Ik hoop dat hij met de grote onderscheiding wint, met de grootste onderscheiding wint. En van mij mag hij absoluut blijven als tourmanager bij Big Back Army. Dan zou ik nu bijvoorbeeld ook allemaal deze dingen niet zelf moeten doen. Dan zou Manu dat doen in mijn plaats. Dus alsjeblieft, zorg dat hem slaagt en dat hem kan blijven bij ons. Want nu moet ik hier staan sukkelen. Met allemaal dat griffieren, dat is niet gemakkelijk. Kom maar snel terug, blijf maar Manu. Hallo, ik ben Lennart Maas, ik ben zanger en muzikant en ik werk onder andere in opdracht van Compagnie Maandacht, waar ik Manu leerde kennen. Manu was daar in dienst, ik vond de omgang met hem altijd zeer fijn, haast amicaal, maar dat stond niet in de weg dat hij zijn werk niet perfect uitvoerde. Niks was te veel voor hem, hij stond altijd paraat en ik zou eigenlijk Manu dadelijk in dienst nemen voor of achter de schermen. Achter de schermen deed hij dat heel goed, maar hij is ook een begenadigd gitarist, dus hij zal ook op die manier zijn plan zeker weten te trekken. Hey, ik ben Six, de rapper, MC, zanger van Big Back Army, een van de bands van bij Maandacht. En ik heb de chance gehad om Manu ongeveer op elk optreden waar dat we het laatste jaar gespeeld hebben, aan onze zijde te hebben staan, sidestage. En hij zorgde er altijd voor dat mijn gitaar gestemd was, dat ik, want ik speel dus ook 1 nummertje gitaar, en Manu speelt beter dan ik, dat kan ik nu al zeggen. Dat hij dat alles geregeld was. Ik moest nog maar 1 stap van het podium doen om een wardrobe change te doen of om een of ander gek attribuut op mijn hoofd te zetten of eender wat. En Manu stond daar altijd klaar en paraat. Dus ik kan niet anders zeggen dan dat wij, of ik en denk de rest van de Big Back Army alvast heel blij waren van hem bij ons in de familie, de onstage en tour familie te hebben. Het was een topper en ik hoop dat hem nog gauw willen blijven bij ons. Dat zou top zijn. Hallo, mijn naam is Tim Toegaard. Ik speel gitaar voor Freddy Melkely, de fanfare, Willy Sommers. Manu is een paar keer met ons mee geweest vorig jaar. Zowel bij de fanfare met Urbanus als bij Freddy. En ik kan alleen maar zeggen dat dat een hele fijne ervaring was. Manu weet wat er van hem verwacht wordt of is zeker geïnteresseerd om te horen wat er van hem verwacht wordt. Hij weet ook perfect waar zijn plaats is of hij is er op de momenten dat hij aanwezig moet zijn. Hij weet ook uiteraard hoe dat een gitaar in elkaar zit en dat scheelt wel. Als er iets zou gebeuren kan hij inspringen en kan hij onmiddellijk toepassen wat er misgaat of kan hij daar onmiddellijk iets aan doen.
er is nooit iets te veel. Je mag hem alles vragen. En ja, het is gewoon echt een toffe kerel om mee te hebben. Voilà, meer kan ik daarover niet zeggen. Top. Tot u spreekt de genaamde Wim Obberke. Ik heb het genoegen gekend om met Manu samen te werken. Hij heeft de jeugd, hij heeft de energie, hij heeft het positivisme. Hij heeft de kracht, hij heeft de heerlijkheid, hij heeft de kennis. Hij is goed voorzien van poren en van oren en van poren en van oten. Maar het belangrijkste van alles is, hij heeft mijn computer opgestart. Dus ik had een nieuwe computer gekocht en Manu heeft er alle settings op gezet en alle apps gedownload en Word op geïnstalleerd. En ik heb daar niets voor moeten terugdoen, ook niets seksueels. Want dat zou eigenlijk strafbare feiten zijn in feite, dus mocht ik dat gedaan hebben. Want goed gezegd, het is een knappe jongen. Het is een knappe jongen. Dus ik hoop dat hij dat goed zal stellen, dat hij zal afstuderen. Ik geef hem alle punten een 10 op 10, oprecht, vanuit mijn hartje. En ik hoop dat jullie hetzelfde gaan doen, dat je hem zeker niet gaat buizen, want dat zou onverdiend zijn. En onrespectvol tegenover Manu, die nu tegenover mij staat. Voilà. Dit was Wim Obberke, yep. Met een kleine verspreking, voorzien van oren en poten en oren. Ja, het kon eigenlijk nog wel. Het kon nog wel mooi zijn eigenlijk. Okay. Dank u wel Manu, veel succes, het gaat je goed. Dank u, dag en kut.